842 bewoners van het district Para hebben gisteren grondpapieren in ontvangst genomen. De regering Santokki Brunswijk heeft sinds haar aantreden al in 4 districten grondbeschikkingen verstrekt. Op het commissariaat hebben 669 personen een beschikking gehad en de rest ontving een bereidsverklaring. Districtscommissaris Marlene Joden zegt dat zij voor 2025 deze rechtszekerheid aan duizenden Paranen wil bieden. Bij mijn overname in het district Para heb ik kunnen uitmaken dat het grondbeleid in Para veel meer aanpak vereist. Veel mensen wonen of bewerken gronden al tientallen jaren en smaakten naar de rechtszekerheid die op die gronden. Er zijn veel leefgemeenschappen die jaren wachten op een oplossing van hun grondproblemen. Vice-president Ronnie Brunswijk zegt dat de regering niet omslachtig te werk gaat wanneer het gaat om het uitgeven van gronden. Als het aan hem ligt, mag het beleid zodanig worden aangepast dat het overdragen van gronden binnen een etmaal na aanvraag geregeld wordt. Soms heb je taki once maar jarenlang doe een aanvraag en soms is het al trouwens maar 20 jaar lang. En ik zeg niet eens van bereidsverklaring. Maar idee, je bent niet zekerheid. Want je rechtszekerheid dat je agron, peebouwwerk al langer en peebetouw meer langer, tijdens je kiezen a zekerheid dat je mag gaan drapen. Tijdens nog horen langer. Maar je ziet dat de regering Santokki Brunswijk, hoe betek je wat zijn? Hoe dat je alles maar voorstelling, zijn door een aanvraag, moet kiezen agron vinden dat je oprecht. En om de zak in Tamarte Igo, Igo din wat moeipis groen zwing, je hebt ook een trasma fina groene. Arakel is een proberi, zodanig dat hij al den burger voor konden die zien, dat is hem recht. Ja, en dat hij je fina pis groen, die ik kan ontwikkelen, dus refi. Ontwikkelen begin, drapen ook toe. Ontwikkelen begin als score, te begin als score, bij ontwikkelen begin, maar even nou een pisse presbytang. If you don't have a president, you have to land both you. That's good. President Chandrika Prasad Santokki beloofde de Paranen dat de regering naast het uitgeven van gronden zich sterk zal maken voor de verdere ontwikkeling van het district. Dit zal gebeuren met de inzet van arbeidskrachten, producten en diensten uit het gebied. Mensen van Para, er zijn rijkdommen hier. Mijn visite rijkdom Sajazo. In het jaar rijkdommen terug in haar ontwikkeling. In het jaar rijkdom terug in haar welzijn. In het jaar rijkdom terug in haar welvaart voor haar volk. En daarvoor zetten jullie regeringen om te zorgen dat die ontwikkeling wel komt. Want met Para hebben we grote plannen. Ik was afgelopen weekend hier bij een goudverwerkings- of goudzuiveringsbedrijf. Menthouse, Kaloti, en ook daar heb ik gezegd, de staat, het volk moet meer verdienen uit het werk wat ze doen. En het geld moet terugkomen naar het volk uit de productie van onze natuurlijke hulpbronnen. Parlementariër Ramon Kude Musu gaf aan dat met het huidige beleid er verbetering zal komen in het huisvestings- en boedelprobleem van het district Para.